Het ministerie van Defensie betreurt de betrokkenheid van militairen in criminele activiteiten. Minister Krishna Kumari Mathura benadrukt dat leden van het Nationaal Leger, die deel zijn van een roversbende, het imago van de organisatie schaden. Ze erkent dat in de afgelopen periode er militairen betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten. Bij de beëdiging van leden van de militaire politie gisteren drukte ze alle militairen op het hart om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden. Als wapens gestolen worden vanuit de wacht of waar dan ook, dan schaadt u de defensieorganisatie. Dus ik vraag u vandaag om bewust te zijn van de grote verantwoordelijkheid die op uw schouders rust als lid van de militaire politie. En beseft u dat we in een tijd zijn van social media. Elk verkeerd handelen gaat in minuten de wereld in. Niet alleen in Suriname, de hele wereld. Waarnemend bevelhebber Werner Kiwasen zegt dat er altijd situaties zullen zijn waarbij de ethiek van een persoon storingen kan ervaren. Hij vroeg daarom ook uitdrukkelijk aan de militairen om zich niet te laten leiden door materialisme en egocentrisch denken. Onethisch handelen is schadelijk, zegt de waarnemend bevelhebber. Vroeg of laat gaat u door de mand vallen. De consequenties zijn voor het individu, maar in het bijzonder zal het uw familie treffen. Denk aan uw familie. Het is ook schadelijk voor onze organisatie. Hoe vaak horen we niet dat militairen betrokken zijn bij criminele activiteiten? Dan is het triest wanneer gros van onze organisatie met passie het werk doet. Wanneer gros van onze organisatie een wezenlijke bijdrage levert aan veiligheid. Wanneer gros van de militairen onze organisatie uitdraagt als een sterk instituut, om dan binnen enkele momenten overschaduwd te worden door onethisch gedrag van enkelen. Ik doe daarom een beroep op ieder om correct te blijven. De legerleiding benadrukt dat integriteit een belangrijk aspect is bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.